Wanneer je op zoek bent naar een nieuwe tv, dan zijn er twee termen die je al snel om de oren vliegen. QLED en OLED. Twee namen die erg op elkaar lijken, maar qua technologie erg van elkaar verschillen. Wat doet het precies en welke is het beste voor jou? Dat leggen we uit in deze video. Laten we beginnen met OLED. OLED is een technologie die gebruik maakt van lichtgevende diodes, kleine lampjes in het scherm die allemaal apart kunnen oplichten. Elke pixel op het scherm heeft dus zijn eigen lampje en dus zijn eigen licht. Op deze manier heb je een hele precieze weergave van je kleuren. Een OLED maakt vergeleken met veel andere tv's geen gebruik van achtergrondverlichting. Bij achtergrondverlichting wordt het scherm van de achterkant verlicht. Vaak is het zo dat dit licht ook nog wat te zien is in de zwarte pixels, waardoor ze dof of grijzig worden. De OLED heeft dat dus niet. En dat deze geen achtergrondverlichting heeft, zie je ook terug in het ontwerp. Deze tv is namelijk een stuk dunner. Door deze technieken van zelf oplichtende pixels en geen achtergrondverlichting, heb je dus de diepste zwarten en het beste contrast, ook bij donkere en lichte beelden. QLED klinkt dan wel bijna hetzelfde, maar werkt eigenlijk weer heel anders. Deze maakt ook gebruik van kleine lampjes, diodes, maar heeft een extra kristallenlaag. En dit extra scherm van nanokristallen geven zelf geen licht, maar geven het licht van de achtergrondverlichting eigenlijk beter door. De kleuren komen hierdoor veel preciezer naar voren en ook bereik je een hogere helderheid. En hierdoor heb je dus een echt hoog kleurbereik. Door deze techniek heb je dus de beste kleuren en de hoogste helderheid met een waanzinnig beeld. Wat is nu het beste voor jou? Nou, dat is helaas niet zo zwart-wit, maar dat ligt echt aan je kijksituatie. De OLED is door zijn zelf oplichtende pixels superieur in zijn zwartwaarde en contrast. En daarbij heeft hij een grote kijkhoek van vaak wel 90 graden. Waar je wel meer last van hebt bij een OLED is de weerspiegeling van licht. De QLED heeft niet zulke goede zwartwaardes en contrast als de OLED, maar heeft wel een betere kleurweergave en een hogere helderheid. Je levert wel vaak wat in op de kijkhoek, maar door de achtergrondverlichting heb je weinig last van reflecterend licht. De meer premium QLED's hebben overigens wel een betere kijkhoek en dankzij een anti-reflectielaag nog minder last van reflecties. QLED's zijn er ook in meer varianten. Deze vind je al vanaf 32 inch als je veel waarde hecht aan beeldkwaliteit, maar liever geen grote tv in huis haalt. Maar je hebt QLED's ook tot wel 82 inch. OLED's zijn pas vanaf 48 inch beschikbaar en zijn over het algemeen wat duurder dan QLED's. Tegenwoordig heb je ook het nieuwere Neo QLED die door mini-LED's het beeld preciezer belicht. Hierdoor heb je nog betere zwartwaardes. Ook is er het nieuwe OLED Evo en die zorgt voor nog meer helderheid. Of je nu een QLED of OLED in huis moet halen ligt dus echt aan jouw thuissituatie en wensen. De verschillen zitten vooral in het paneel en de technieken van deze televisie. Voor betere zwartwaardes, contrast en een grotere kijkhoek raden we aan om te gaan voor een OLED. Wil je liever een hoge helderheid, optimale kleurweergave en weinig reflecties? Dan kies je voor de QLED. Heb je nog vragen over QLED of OLED televisies? Laat ze dan achter in de reacties. Is het nog niet helemaal duidelijk en wil je een nog uitgebreidere uitleg? Bekijk dan eens de link in de beschrijving. Vergeet ook niet te abonneren op ons kanaal om altijd op de hoogte te blijven van de nieuwste producten en de beste adviezen. Tot ziens!